lang traject met heel veel onverwachte dingen erin. Maar ik moet zeggen, als je dat stap voor stap aanpakt en je wordt goed begeleid, dan is het een traject wat te doen is. Ja, dat maakt je wel eens moe, want dat betekent dat je heel veel zaken moet regelen waar je van tevoren niet aan gedacht had. Ik moet zeggen dat de relatie met de aannemer uitstekend is. Dat geldt zowel voor de begeleiding als ook voor de houding van de aannemer zelf. Want ook in de bouw van een huis met de uitgangspunten die er zijn, ontdek je vast en altijd denk ik onvolkomenheden. En ja, dan komt het erop aan dat je in een goede relatie met de aannemer gesprekspartner blijft. Dat je altijd in gesprek bent met elkaar en dingen oplost. En ik kan niet anders zeggen dan dat ook in de afgelopen tijd gebeurd is.